Nielis en Bosman naar het centrum. Er komt de eerste bal, daar is Nielis. De vlieger met de hand, eerste doelgevaar. We spelen bijna 10 minuten. Van Vossen, gaat hij door, gaat hij scoren. Bal te ver van de voet. Maar Beveren razend gevaarlijke duo van Am van Vossen. En Rutjes heeft enorme problemen met Van Vossen. Heeft hij al een paar keer moeten laten gaan. 31 minuten gespeeld. Mark de Grijze voor Danny Boffin. Slim gedaan, Boffin voor. Oh, en iedereen mist daar. Oliveira, Bosman. En wie was er nog bij? De Saar. En nog maar eens breed. Rutjes is nu mee. Wallem. Goed van Wallem. En dan een Wanu. Nog altijd een Wanu. Goed. Tot bij Bogaerts. Die komt erin. Een Wanu is mee. Bogaerts. Goeie bal van Bogaerts. Meegepikt. Een neergetrokken penalty aan Van Vossen door net als Van Ham. Die neergetrokken werd door Rutjes. U gaat het opnieuw bekijken. Ik heb hier geen herhaling. U zal de voorzet zien vertrekken. En dan let op Rutjes. Wat die met Van Ham doet. Vermeer zwijgt in elk geval naar de stip. Onder luid gefluit van de Anderlecht spionkop. Gaat Van Vossen hier misschien na 35 minuten Beveren op voorsprong schieten. Mark de Grijze gaat hem nog wat vertellen. Van Vossen. En kalm binnen. 0-1. Beveren staat voor. En dat is niet echt onverdiend, want het organiseert hier goed. En Anderlecht vindt weinig of geen opening. Vrije trap opnieuw voor Beveren. Van Ham. Lange jongens zijn daarnaast gekopt door Massagi. En de grensrechter heeft wat opgemerkt. Van Vossen en Rutjes moeten bij de scheidsrechter komen, allebei. Rood en rood, allebei. En hier ziet u Wim Kooijman, die is in de ploeg gekomen voor Wallem. En we beginnen zo aan de tweede helft. Oliveira. Kooijman. De Wolf. Schot de Wolf, goed schot. En de vlieger lost de bal. En die gaat niet binnen, nee. Scheidsrechter zegt van niet, grensrechter ook. Maar de grensrechter op dat midden. Het is dus een doelpunt. Ja, het is 1-1. Wat een rare wedstrijd. Lemty. Nielis. Oh! En dat was Bosman met een kans. Maar de ander legt druk vergroot. Van Britsom. De Grijze. Ja, en onder de druk van de Grijze verliest Van Britsom de bal. Goeie bal van de Grijze voor Nielis. Nielis, kijk eens. Oh! Ja. Luc Nielis, hij begrijpt het zelf niet. Ging allemaal zo gemakkelijk de laatste weken. Na een kwartier kan Beveren weer wat onder de druk uitkomen. Van Ham met de vrije trap. De Wilde met de vingertoppenkorner. Souda is daar en Lodders. Lodders komt. Ja, binnen. Hij gaat er nog in ook. Lodders met het achterhoofd. 1-2. Wat een ongelooflijk rare wedstrijd is dit toch. Beveren eigenlijk in de aanval onthoofd door het verdwijnen van Vossen. Maar nu dus na een kwartier Anderlecht druk die corner. En Lodders die mee is en die kopt hem er met het achterhoofd in de kruising. 1-2 voor de Waaslanders. Boffin. Lemty. Nielis. Zoek Bosman. Daar is Bosman. Kom aan, kom Bosman. En een goede save van de vlieger dit keer. Johnny Bosman. Bruikbare bal om te koppen, maar de vlieger ligt in de hoek. De Wilde. Billig. Bogaerts. Mooi van Bogaerts. Van Ham en Bogaerts.
Ja, ja, bij Beveren kunnen ze voetballen. Toelen vraagt die bal. Bogarts kijkt even. Hier is Van Britsom. Soudan hier op rechts. Soudan. Soudan voorzet. De Wolf. Oh. Een beetje in paniek. Bogarts nog. Bogarts gaat door. De Saar is daar. En dan de Wilde die redt in corner. Beveren. Ja. 1-2 is niet genoeg, denken ze. Precies 10 minuten voor tijd. Een indirecte vrije trap voor Anderlecht. Na een foutje op Boffin met de grijze Boffin en Nielis zelf. Nielis, draaiballetje. Nee, in zijn het. Het stadion verder al recht. U mag er nog eens van genieten als u wil. Maar Nielis trapt hem in zijn het. Hij gelooft het zelf niet. Wat heb ik vandaag? Ik trap er niks in. Nog 8 minuutjes. De verrassing van de speeldag is hier in de maak. Tenzij Danny Boffin er anders over denkt. Luc Nielis met Lodders. Ja, kapt zich vrij. Dit is een goede bal. Daar is Bosman. Oh, in de handen van de vlieger. Johnny Bosman heeft echt geen geluk. Hij was er wel, want dat is vaak het moeilijkste. Er zijn op zo'n ballen. Maar de afwerking was er niet. Boffin. Boffin rond Soudan. Maar Nwano gaat daar naartoe. Boffin. Bosman legt hem terug. Oh, wat een geweldig schot van de Saar. Maar de vlieger dit keer met een goede save. Goed van Nielis voor Houben. Komt weer een voorzet. Oh, het was Lemty. En die schuift hem voorlangs. Nog 5 minuten. Het begint te spannen voor Anderlecht. Minder dan 1 minuut nog voor Anderlecht. En de eerste nederlaag in deze competitie in de maak. En verrassend genoeg is dat een thuisnederlaag. Lemty met de borstcontrole. Legt hem breed voor Houben. Alles achteruit bij Beveren. Alles naar voren bij Anderlecht. Daar is Lemty opnieuw. Lemty voorbij Bogaerts. Daar komt de laatste voorzet wellicht. Boffin haalt hem nog eens uit de lucht. Legt hem terug voor Nielis. En op de vlieger. Het mag niet lukken. Luc Nielis grijpt naar zijn hoofd. Wat heb ik toch vandaag. De supporters van het kleine Anderlecht. Dat daar een ereronde komt lopen. In de burcht van het grote Anderlecht. Eerste nederlaag voor paars-wit. En nog wel tegen Beveren 1-2.